is natuurlijk heel belangrijk om heel veel informatie mee te nemen van de beurs. Maar wat ook belangrijk zijn de pennetjes, de aanstekers, de bieropeners en alle andere gadgets. Wat zijn nu de tofste gadgets van deze VSK? Ik heb een top 7 gemaakt. Op nummer 7. Het Duco boxje. Leuk in de vorm van een NV-box. Ze hebben er ook een USB-stick van. Maar het leuke is, hij zit vol met Belgische chocolade. Lekker! Op nummer 6, de marketingactie van Ubbink. Naast het feit dat ze een heel leuk lampje hebben, hebben ze ook een leuke t-shirt actie. En dat betekent dat je een t-shirt hebt met kampioenen kiezen voor Ubbink. Maak er een foto van, lood hem op de Facebook van Ubbink. En je krijgt er een leuke vliesdrui bij. Hartstikke leuk. En deze kampioenen, die is voor Frans Rijgaard. Die is kampioen met zijn Feyenoord. En hij kan hem nog aan tot mei en daarna 9 jaar niet. Op nummer 5 is dit dingetje. Dan zou je zeggen, dit is gewoon een hele normale bieropener van Uponor. Maar het verhaal hierachter, heeft Uponor mij verteld, is dat dit een winkelwagenmunt is. En zij zeggen, hier, mevrouw kan het bier halen en meneer kan het opdrinken. Hartstikke leuk bedacht. Op nummer 4, ATAG. Wat heeft ATAG? Die heeft voor haar klanten een heel gaaf horloge waarmee je je hartslag meet, waarmee je je stappen telt en dat allemaal in een appje uit kunt lezen. Hartstikke tof. Op nummer 3, Renzon. Renzon kwam met deze CO2-meter. Handig met een USB-stickje. Je kunt hem in elke ruimte in het huis plaatsen en je kunt gewoon meten hoe de luchtkwaliteit is. Belangrijk item op deze beurs. Hartstikke leuke gadget. Op nummer 2 vinden we Wilo. Maak op Wilo mee. Klanten krijgen een fantastische nanodrone. Gewoon een heel lijk drone waarmee je in je woonkamer kunt spelen. Helemaal top. Maar het allerbeste beursgadget wat mij betreft, het meest zichtbaar op deze VSK, dat is het klassieke werkkoffertje van Vaillant. Heel traditioneel, heel eenvoudig, maar je werd op deze beurs mee doodgegooid.